Ja, goedemorgen allemaal. Welkom in deze mooie eredienst. Namens de kerkraad heet ik jullie allen van harte welkom. En voor de mensen thuis van harte welkom, maar ook voor de mensen hier. We hebben een mooie ochtenddienst voor de boeg. Karel van Dijk wordt gedoopt. En ik zie al veel familieleden zitten en vrienden. Welkom allemaal. Ja, de doop van Karel Harmer van Dijk, van Der Christian en Willemijn. Supermooi. En de rest van de broers en zussen, Jolijn, Mieke, Timon en Elin. De voorganger in deze dienst is Jaap Ophoff. En ik wil eerst beginnen met gebed. Lieve Heere God, Vader in de hemel, wat een prachtige dag heeft u ons gegeven. Een prachtige dag, omdat het heerlijk weer buiten is. De zon schijnt en de zomer lijkt te beginnen. Een prachtige dag, omdat we hier in vrijheid samen mogen komen om u te ontmoeten. Voor u te zingen en met u te bidden. En een prachtige dag, omdat we Karel mogen dopen. U zegt tegen Karel vandaag dat u zijn scheppende vader wil zijn. U door Jezus zijn redding wil zijn. En u als Heilige Geest in hem wil wonen. Dat is toch een prachtige dag. Heer, u bent een groot God en een machtig Vader. Geef ons uw geest die ons steeds meer op Jezus laat lijken. En zegen iedereen die een taak heeft in deze dienst met uw geest. Amen. Goedemorgen allemaal, thuis of waar je nu ook bent en hier in de Plantagekerk. Een week geleden vierden wij het feest van de Geest met Pinksteren. En nu een week verder zijn wil ik met jullie
daarbij stilstaan. Wat is dat eigenlijk? Vervuld worden met de Heilige Geest. En als we hier het lied horen, kom Heilige Geest. Maar hij is er al gekomen of kun je hem nog een keer ontvangen? Nou, ik kan je wel vertellen dat wij de Heilige Geest elke dag nodig hebben. En dat we elke dag mogen vragen om de Heilige Geest. Om opnieuw vervuld of nog meer vervuld te worden met de Geest van God. En wat dat is en hoe dat kan, daarover straks meer in mijn verhaal. Ik wil je uitnodigen om stil te worden, want we hoorden net, wij wachten op u. En wachten is heel moeilijk. Maar wachten betekent dat je niet de controle hebt. En laten we in die zin ook echt stil worden en ontvangen. Wij wachten op u, God. We wachten erop dat u echt in ons leven komt, zodat we u merken, horen en voelen. Wij willen u zien. Wij wachten op u, Jezus, dat u komt om heel deze wereld nieuw te maken. Wij wachten op u, Heilige Geest, want u laat niet los het werk van uw handen. Kom, Heere God, in ons leven. Ontvang allemaal de groet van God, zijn belofte om in jouw leven de aanwezige te zijn. Genade, gratie, vergeving, kwijtschelding, vrijspraak voor jou van God onze Vader. Vrede van Jezus en kracht van de Heilige Geest voor jullie allemaal. Amen. Jolijn, ik wil jou uitnodigen om een diep blessings te gaan zingen. Succes. We pray for blessings. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And are your mercies in disguise?
skies. Ik lees uit Efeziërs 5. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft en ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wanneer heb jij voor het laatst iets van God gezien? Gehoord, gemerkt, iets van de Heilige Geest opgevangen? Was dat vanmorgen nog? In alle hectiek om je bed uit te komen of hier naar de kerk te komen, echt in het kerkgebouw? Die ouderwetse stress op zondagmorgen. Heb je toen de Heilige Geest gehoord of is die dan heel ver weg? Wanneer heb je voor het laatst iets van God gemerkt? Moet je dan misschien een maand terug of 6 jaar of... Of zeg je hier op deze vraag, die best lastig is, ik heb nog nooit iets van God gemerkt. Ik stel die vraag omdat wij vanmorgen stilstaan bij die laatste woorden die we net hoorden. Word vervuld met de Heilige Geest en zing onder elkaar psalmen, gezangen en andere liederen die de Geest ingeeft. En prijs God de Vader. Als je ergens mee vervuld wordt en raakt, dan ben je er helemaal vol van en dan kan het niet anders of je merkt dat voortdurend. Als je een kindje krijgt, dan ben je er helemaal vol van. Niet alleen tijdens de tijd van de zwangerschap, maar vooral als Karel geboren is, dan wil je steeds bij Karel zijn. Je wil steeds even kijken, even een kusje geven, even aaien. En je hart is er vol van en je wilt het wel van de daken schreeuwen. We zitten al meer dan een jaar in corona ondergedompeld. Als het niet door corona zelf is, dan wel door de maatregelen. En er ging geen dag voorbij dat jij met corona werd geconfronteerd. Je was in zekere zin vervuld van corona en dan merk je het. Als we ergens van vervuld zijn, of het nou iets moois is of iets moeilijks, maar dan merken we dat. Dus als Paulus spreekt over wordt vervuld met de Heilige Geest, dan kan het niet anders of hij heeft het over iets waardoor je ook merkt dat de Heilige Geest in je leven is. Voelt dat je hem hoort. Zoals we nu allemaal vol zijn van de gedachte van wat gebeurt hier. Technische storing. Mag je hier niet al te hard spreken, niet al te enthousiast zijn.
kabeltjes. Ja, dat is goed. Ja, ja. Ik leef me altijd netjes aan. Wacht even. Kom maar, kom maar. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Het staat niet voor het beeld. Even tussen haakjes, toen er nog geen corona was, toen waren er voor mij eigenlijk ook geen mensen die thuis keken, terwijl die er wel waren. Een van de dingen waar de Heilige Geest mij op betrapt heeft, dat toen corona kwam en we ineens moesten leren om gewoon in die camera te spreken, toen dacht ik, oh, maar er zaten altijd al mensen thuis. Mijn excuus, beste mensen thuis, die altijd al thuis zaten voor corona. Toen ik jullie niet zag, corona heeft mij geleerd om jullie te zien. En de mensen in de kerkzaal iets minder. En dus ook na te denken over, wat zie je thuis met dat scherm en dat beeld? En dan kan er niet een jasje heel slordig over de lessenaar liggen. Dat stoort sommige kijkers thuis enorm. Met andere woorden, waar zijn wij vol van? Dat merk je. Word vervuld met de Heilige Geest, zegt Paulus. En tegelijk is dat en voor christenen en mensen die geen christen zijn, eigenlijk een ingewikkeld verhaal. Want heel veel christenen zullen zeggen, ik merk niet zoveel van de Heilige Geest. En heel veel niet-christenen zullen ook zeggen, wat merk je van God? Dat is voor mij de reden dat ik ben afgehaakt of dat ik er niet aan begin. Ik zie er te weinig van. En veel christenen herkennen dat. Dus we zitten meer in hetzelfde schuitje dan we soms denken. Ook dat is een goede ontdekking. Word vervuld met de Heilige Geest. Wat is dat? Hoe ziet dat eruit? Paulus schrijft daarover, want hij heeft het in zijn eigen leven ontdekt en ervaren. Hij was er vol van. Waar was Paulus eerst vol van in zijn leven? Van zijn eigen gelijk. Hij dacht dat hij het precies wist. Hij wist hoe het hoorde. Hij wist wat de regels waren. Hij kende de Tora, het hele Oude Testament uit zijn hoofd. Dus hij wist ook precies waar de leerlingen van Jezus geen gelijk hadden. En ze hadden zoveel ongelijk dat hij ze wilde vervolgen. En gevangen zetten of doden. Hij was een vervolger van de christelijke kerk. Vanuit zijn eigen gelijk. Helemaal vol van zijn eigen overtuiging. En eerlijk gezegd, godsdienstige mensen kunnen aardig vol zijn van hun eigen gelijk. Maar vervuld zijn van de Heilige Geest is totaal iets anders. Misschien hoorde je die woorden van Paulus net over hebzucht. Over we leven in een slechte tijd. En je dacht, nou. Het is toch een mooie zondag. Moeten we die verpesten? Het is een prachtige zondag. In een wereld waar een heleboel dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat gaat samen. En Paulus heeft ontdekt wat het verschil is. Hij hoorde zelf bij die slechte wereld. Hij was zelf een egotripper. Iemand die uitging van zijn eigen gelijk. Totdat hij Jezus ontmoette. En zijn ogen open gingen. En hij vervuld werd met de Heilige Geest. En toen kwam er een heel andere Paulus tevoorschijn. Nog steeds heel gedreven. Maar tegelijk zo vol van Gods liefde. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan gebeurt er wat in je leven. Dat kan niet missen. Alleen, hoe ontvang je de Heilige Geest? Nou, Paulus zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Daar staat letterlijk een opdracht. Een gebiedende wijs, zoals we dat zouden zeggen op school. Wacht even. Dat kun je dus zelf doen. Jij kunt jezelf vullen met de Heilige Geest. Als dat een opdracht is, dan moet ik het toch zelf doen? Ja, dat klopt. En dat zegt Paulus ook. Maar wacht even. Ik ben christen en ik zit in een gereformeerde kerk. En dan weet ik heel goed dat de geest je gegeven moet worden. Wij wachten op u, hebben we net gehoord in dat lied. Heilige Geest, kom.
Hoezo zelf doen? Dat is een geschenk van God. En misschien ben je hier vanmorgen of kijk je mee en ben je geen christen. Zeg je, ja, ik ben afgehaakt van het geloof. Ik heb mijn uiterste best gedaan om God te vinden en hij was er niet. Dus ik heb gedaan wat Paulus zei, maar je kunt het niet zelf doen. Als je de Bijbel leest, dan krijgen we antwoord op deze vragen. Want het is er allebei. God heeft Jezus gestuurd naar deze wereld. En tegelijk zegt deze Jezus, kom bij mij. Dus Jezus is een geschenk, maar dat klinkt ook de opdracht om bij hem te komen. Het is en-en. Het is net als met het vaccin tegen corona. Je krijgt een uitnodiging op jouw naam, jouw geboortedatum. Een heel persoonlijke uitnodiging van het RIVM. Maar jij moet de afspraak maken. Het komt heel vaak van twee kanten. Dat is niet iets typisch christelijks, dat zit in het hele leven. Dat vinden we op tal van punten ook heel normaal. En als het gaat om de Heilige Geest ontvangen, is het ook heel normaal. De Heilige Geest is een geschenk van God. En tegelijk zul je zelf een stap moeten zetten om de Geest te ontvangen. Zoals je niet gevaccineerd wordt als je geen afspraak maakt. Zo ontvang je de Heilige Geest niet als je zelf niet een stap zet. En als ik terugkijk op mijn eigen leven, dan kan ik heel goed zien dat de Geest een geschenk van God is. En ik kan zien dat ik zelf hier en daar bewust stappen heb gezet om meer van God te ontvangen. Of om van God te blijven ontvangen, ook in omstandigheden in mijn eigen leven die niet makkelijk waren. Dus het is en-en. En Paulus maakt dat in dit gedeelte heel concreet. Hij zegt, word vervuld met de Heilige Geest en dan geeft hij ook een gebruiksaanwijzing. Dan zegt hij, word vervuld met de Heilige Geest, niet en zing met elkaar, alsof dat een soort gevolg is. Maar hij zegt, word vervuld met de Heilige Geest door psalmen, gezangen en liederen die de Geest je geeft te zingen. Door muziek te maken, tot eer van God. Word je vervuld van de Heilige Geest. Moet Karel straks ook gaan zingen over een paar jaar? Misschien zal Karel een van de mensen zijn die zegt, ik kan niet zingen. Dus ik zing niet. Mijn stem is zo beroerd als ik ga zingen. Sommige mensen weten niet hoe mooi hun stem is. Maar inderdaad, niet iedereen is een geboren zanger. Maar daar heeft Paulus het niet over. Bovendien mag Karel ook gitaar gaan spelen. Of piano. Of saxofoon. Of drummer worden. Of gewoon in zijn handen klappen. Als hij straks gedoopt wordt, op naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan krijgt hij de belofte mee dat God hem zal vervullen met de Heilige Geest. Maar ook Karel zal stappen moeten zetten om de Geest te ontvangen. Want het gaat om een relatie. En een relatie moet altijd van twee kanten komen. Ook de relatie met God. En het verrassende, ook voor mij eerlijk gezegd persoonlijk wel het schokkende was, toen ik 1,5 week geleden me over deze woorden van Paulus boog, toen schrok ik. Want ook tussen mijn oren zat, word vervuld met de Heilige Geest en zing onder elkaar als een soort gevolg. En toen ontdekte ik, word vervuld met de Heilige Geest door psalmen, gezangen en geestelijke liederen te zingen. En toen dacht ik, nou snap ik wat er in de kerk gebeurt als er ruzie is over liederen en over muziek. Oneenigheid en strijd. Want als muziek ervoor zorgt dat wij vervuld worden met de Heilige Geest, dan zal Satan er als de kippen bij zijn om op dat punt juist onrust te zaaien. Verdeeldheid, meningsverschillen, irritaties. Dat lied ken ik niet. Och, heden alweer orgel? Waarom zingen we nooit meer een psalm? En wat je allemaal wel niet kunt zeggen over muziek in de kerk. Ineens gingen mijn ogen open voor de afgelopen 45 jaar.
uit mijn eigen leven. Toen ik 10 jaar was, ik zat in een kerk waar we zongen uit de oude berijming van 1773. Het heigend hert der jacht ontkomen, zeg maar. En toen was ik 10 jaar en toen kwam de proefbundel. Dat was een nieuwe berijming en die gingen we proeven. Daar gingen we aan ruiken. Dat was de eerste verandering. Daarna zijn er vele gevolgd. Maar al die veranderingen zorgen voor reuring, voor ruis op de lijn. Voor irritatie, voor frustratie. En voor enthousiasme en mensen die er heel blij van worden. Voor verdeeldheid. Al 45 jaar. En daarom wil ik vanmorgen iets tegen jullie zeggen. En dat gaat niet alleen over muziek, dat kan ook over andere dingen gaan. Als de Geest ons vervult, dan komt Gods vrede en liefde in ons hart. En dan kan ik heel enthousiast worden over een lied dat niet mijn persoonlijke voorkeur heeft. Qua tekst of qua muzikale begeleiding of melodielijn of weet ik het wat. Maar als de Geest mij vervult, ik heb mijn persoonlijke voorkeur en tegelijk, Gods Geest heeft mij bemoedigd, getroost, aangespoord, gecorrigeerd, blij gemaakt met liederen uit de psalmen tot de opwekking. Van Taizé tot Schrijvers voor Gerechtigheid. Van cantates tot een vesper. In alle stilte. Als er bijna geen muziek is. Want het is waar. Dit is de kracht van muziek. Moet je kijken hoe blij mensen zijn dat de events weer bijna open gaan. De evenementen kunnen weer op de agenda gezet worden. Per 1 juli mag je weer los. Als er niks verandert aan de lijn van minder ziekenhuisbedden bezet enzovoort. Dan mag je naar Lowlands en dan hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. Dus je voelt de blijdschap en de opwinding in onze samenleving weer toenemen. Want we kunnen weer muziek maken. Dat is iets voor alle mensen. Alle mensen weten wat muziek doet. Muziek helpt je. Muziek tilt je uit boven je eigen situatie. Muziek maakt je blij en vrolijk. En soms ook heel verdrietig. Maar brengt je daar wat je nodig hebt. Geeft je troost en hoop. Je kunt uit je dak gaan van vreugde. En je kunt in stilte luisteren naar muziek met je oordopjes in. Helemaal in je eentje. De kracht van muziek. En Paulus zegt hier dat muziek die God eert, dat muziek is waardoor je vervuld wordt met de Heilige Geest. En dan komt de rest vanzelf en dat klopt. Want als je zingt over vergeving, dan komt er vrede in jouw hart. Maar dan ga je ook leren om anderen te vergeven. En als je zingt over gerechtigheid, dan ga je gerechtigheid handen en voeten geven door recht te doen op de plek waar jij leeft en waar jij woont. En als je zingt over God die zo mooi is, dan komt er een verlangen in om zelf ook een transparant mens te zijn waar iedereen doorheen kan kijken. Omdat je niks te verbergen hebt, geen geheimen meer, want Gods Geest heeft jou vervuld. Wanneer heb jij voor het laatst iets van de Heilige Geest gemerkt? Weet je, ik denk dat er ook veel verlegenheid is. En als Karel hier vanmorgen gedoopt wordt, dan hoop ik dat hij mag merken dat het de normaalste zaak van de wereld is om over de Heilige Geest te spreken. En dat die geest in jullie huis aanwezig is. Met de deuren open, zodat je naar buiten kunt. Maar ook dat die geest naar binnen kan waaien. Laat het feest zijn in de huizen. Nou, ik denk dat het bij jullie in huis feest is. Maar natuurlijk zijn er ook momenten dat er even geen feest is. Dat de sfeer even wat anders is. En dat Gods Geest dan mag komen om nieuwe vrede te schenken. Om je als ouders wijsheid te geven bij de zorg en opvoeding van jullie kinderen. En het is mijn verlangen dat het overal gebeurt waar mensen samenleven. Dat we die geest mogen opmerken. Maar hoe merk je dat dan? Mag ik jullie een voorbeeld geven uit mijn eigen leven? En ik geef dit voorbeeld omdat je van tevoren niet zou zeggen, nou ja, dat is duidelijk een teken van de Heilige Geest.
Want ik ken ze wel, hoor, die verhalen van mensen die opgetogen over de geest vertellen. Nou, ze hebben dit grote wonder meegemaakt en dat grote wonder meegemaakt. En ik gun het iedereen, maar ik weet dat het gros van de mensen dat soort wonderen niet meemaakt. En daarom een voorbeeld uit een iets realistischer situatie. Anderhalve week geleden, ruim anderhalve week geleden, wandelde ik met onze hond Joy op de dijk achter bij de uiterwaarden van de IJssel, waar ik heel vaak loop. En elke wandeling is daar anders. Maar die avond, na het eten, was ik naar de dijk gegaan. En toen gebeurde er allereerst al iets wat ik nog nooit had meegemaakt. Er was een paard losgebroken. Die was uit de wei gesprongen over het hek en die danste over de dijk heen. Die vond het ook heel erg leuk om in de vrijheid te leven. Wij zingen of horen straks het lied God maakt vrij. Nou, dat paard was vrij. Dus daar ging die. En ik liep daar met mijn hond zonder ketting. Dus mijn eerste zorg was, hoe hou ik paard en hond een beetje bij elkaar uit de buurt? Want mijn Joy kan er ook wat van. En toen kwam de eigenaar van het paard en die had een bak met paardenbiks bij zich of zo. En die lokte het paard terug en die kwam en die werd in de schuur gebracht om daar een beetje af te koelen. Maar ik had genoten van een prachtig plaatje. En die wandeling, het een na het ander gebeurde. Leuke contacten, gesprekken, blijdschap. Ik zag zoveel mensen met plezier. En toen gebeurde er waarvan ik zeg, dat was van de Heilige Geest. Toen kwam er een blijdschap over mij in mijn eigen hart. En ik liep te dansen over de dijk. En toen dacht ik in die blijdschap, zo kijkt God. Dit is iets van wat God zei in het paradijs. Oh, wat mooi! Yes, dit bedoel ik. Dit is mijn verlangen. Dit is gaaf. Want weet je, de Heilige Geest, wat geeft de Geest? De Geest geeft vreugde. Dat staat bovenaan. Ik ga vanmorgen voor het eerst in mijn leven, denk ik, iets zeggen. Maar dan is dit de dag om dat te zeggen. Niet de liefde staat bovenaan, maar de vreugde staat bovenaan. Gods vreugde. Want daar is alles mee begonnen. Dat plan van hem, de blijdschap van tevoren al. Ik ga de aarde, ik ga die planeet ga ik mooi maken. En ik ga daar mensen opzetten met wie ik maatjes kan zijn. Ja, dat gaan we doen. Kom op jongens, we gaan beginnen. De vreugde van God. Ken jij God zo wel? Want als je denkt aan al die discussies over liedjes, over wat wel en niet mag, en voor de dienst en na de dienst en in de dienst. Je wil niet weten hoe godsdienstige mensen van alles en nog wat verzinnen om hun eigen regels te maken. Ik weet het. Maar daar zit geen vreugde in. Geen greintje blijdschap. Maar als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan komt Gods vreugde in jouw hart. En dan komt inderdaad de rest vanzelf. Want als ik blij ben, ik merk het bij mezelf, het werkt. Als ik blij ben, dan plukt iedereen in mijn omgeving daar de vruchten van. En daar hoef ik niets meer voor te doen. Want het is Gods blijdschap in mijn hart. En als bij mij de geest een klein beetje is uitgedoofd, dan merkt mijn omgeving dat ook. Daar hoef ik niet zoveel voor te doen. Dat gaat ook vanzelf. En daarom een hartelijke uitnodiging. Om Gods geest te ontvangen. Gods geschenk. Zijn vreugde om in mensen te wonen. Mensen die van alles meemaken. Mensen met allemaal verschillende karakters. Dat maakt God niet uit. Hij weet jou te vinden. Laat je vinden. En zet die stap. En zoek naar Gods blijdschap over jouw leven. Want hoe meer je ontdekt hoeveel Hij van jou houdt. Hoe blij Hij met jou is. Hoe meer jij vervuld wordt met de Heilige Geest. En ben je het kwijtgeraakt, weet je wat ik dan ga doen? Ja, dan ga ik zingen. En dan ga ik zingen wat bij mijn persoonlijke voorkeur hoort. Wat het dichtst bij mijn hart ligt. Waarvan ik weet dat het het snelste resultaat heeft. Omdat ik er vertrouwd mee ben. En jij, doe wat bij jouw muzikale voorkeur ligt.
pak dat. En ontvang de Heilige Geest opnieuw. Want als je hem kwijt bent geraakt, als je een beetje leeggelopen bent zoals een ballon die leeggelopen is, je kunt opnieuw opgeblazen worden. Opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Want hij is vol van vreugde, genade en blijdschap om jou dat te geven. Ontvang de Heilige Geest. Word vervuld. En word blij. Tot eer van God de Vader. Amen. Nou, ja, kijk. We laten ons niet uit het veld slaan door techniek.
Karel zometeen gedoopt wordt, dan is dat een teken van Gods vreugde over zijn leven. Hij wordt gedoopt op naam van de Vader, Gods vaderliefde. Dus ook een teken van trouw. Hij wordt gedoopt op naam van Jezus, die trouw gebleven is tot het einde. Ook het bittere einde aan het kruis, maar via het kruis en de opstanding uit de dood ook nieuw leven geeft. En daarom is het ook een teken van dat nieuwe leven, gedoopt op naam van de Heilige Geest, die ook Karel zal helpen om in dit leven een leven van blijdschap en liefde te leiden. Ik wil u uitnodigen om, als dat kan, te gaan staan. En misschien kun je op het podium komen, dat iedereen jullie goed kan zien. Prachtig. Jolijn, Mieke, Timon, Elin en Karel, ik ga jullie vader en moeder een paar vragen stellen. Daar hoeven zij alleen antwoord op te geven, jullie niet. Maar ik vind het wel prachtig om jullie hier zo samen als gezin op het podium te zien. Dirk en Willemijn, Karel is een prachtig en uniek schepsel van God. Maar hij is geboren in een wereld waar zonde en gebrokenheid heersen. En daar heeft hij, zonder dat hij dat op dit moment zelf weet en beseft, ook deel aan. Zonder Jezus Christus zou zijn leven op doodspoor zitten. Geloven jullie van harte dat jullie zoon dankzij het offer en de opstanding van Jezus gered en voor God heilig is? 2. Beleiden jullie dat de Bijbel Gods verlossende woord is, zoals de kerk dat in de apostolische geloofbelijdenis uitspreekt en zoals we dat ook in deze gemeente van Christus verkondigen? 3. Beloven jullie om jullie zoon bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te vertellen en hem met jullie eigen leven als voorbeeld te laten zien wat het betekent om als christen te leven en Jezus te volgen? Dirk en Willemijn, wat is daarop jullie antwoord? Na de doop van Karel luisteren we naar het lied Wonderlijk. Karel Harmen van Dijk, ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals u mij kent, zo voor.
bent om mij heen. Waar ik ga, houdt u mij vast. Wie ben ik zonder u? U bent om mij heen. Waar ik ga, houdt u mij vast. Wie ben ik zonder u? U bent om mij heen. Waar ik ga, houdt u mij vast. Mooi, dank je. Ik heb nog enkele mededelingen vanuit de kerkraad. Op 26 mei is Owen Roan Julian ter Lauw geboren in wijk 5. En we feliciteren de beide ouders Mariska en Mark ter Lauw hierbij. Op vrijdag 4 juni trouwen Ab de Glint uit wijk 3 en René Noordzij. En hun inzegening vindt plaats in de Plantagekerk om 19:30. En Jos Douma zal hierin voorgaan. En daarna zullen zij gaan wonen in het gebied van de Opstandingskerk en vertrekt Ab de Glint daarmee met attestatie vanuit onze gemeente. Wensen jullie daar een mooie tijd toe. En verder is vertrokken zonder attestatie Jan Ewout Bouwmeester. Jan Ewout willen we bedanken voor zijn inzet in deze gemeente, onder meer in het jeugdwerk. En we bidden zometeen voor een gezegende tijd in de huisgemeente waar hij zich bij aansluit. En na de dienst is er mogelijkheid om online koffie te drinken. En je ziet in de link onderaan de chat of bovenaan de chat in de video waar je naartoe kan. De collecte is vandaag door de kerk, voor de kerk en voor de diaconie. En nog een binnengekomen bericht over Gert-Jan Ronner. Gert-Jan Ronner krijgt op 7 juni een hersenonderzoek. Nou, daar ziet hij enorm tegenop. En daar willen we ook graag voor bidden. Maar eerst de collecte. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat het mogelijk is dat wij dingen van u merken in ons leven, dat we uw stem kunnen horen. Dat gaat niet allemaal vanzelf en dat lukt ons niet altijd. En toch uw belofte daarover die we vanmorgen mochten horen, geeft dat het verlangen in ons oproept. Om meer van u te merken. Om die stap naar u toe te zetten. Vul ons met uw Heilige Geest. In elke situatie van ons leven.
We danken u, Vader, voor de vreugde van deze dag, voor de zon die schijnt. We danken u dat we voorjaarsweer mogen ontvangen na een tijd van lagere temperaturen en regen. Wij danken u voor verruiming van de maatregelen, zodat het leven allemaal weer wat vrolijker wordt en er weer meer kan. En wij bidden ook, geef dat die verruiming nog verder uit kan groeien, dat er steeds meer maatregelen kunnen worden afgeschaald en in de prullenbak gegooid. Zodat het normale leven waar u ons ook voor geschapen hebt, om elkaar te omarmen en lief te hebben en samen te werken en samen te eten en te drinken en vrolijk te zijn, dat dat leven weer mogelijk wordt. Zodat we elkaar kunnen helpen als er tijden zijn van moeite en als er ondersteuning nodig is. Dat we samen verdrietig kunnen zijn en kunnen rouwen. Wij brengen de pijn bij u. De pijn over zoveel wat niet kon en mocht de afgelopen maanden en maanden. En soms weten we bijna niet meer hoe het ook alweer was voor corona. Zo normaal gaan we het vinden om elkaar geen hand te geven en niet meer te hukken. En Vader, het is niet normaal. En we missen het. Het heeft ons misschien, enkele van ons in elk geval, ook moedeloos gemaakt of depressief. Wij bidden voor de mensen die echt psychisch ook lijden door al die maatregelen van de coronatijd. En wij vragen om uw genezend ingrijpen, om herstel. En geef dat de verruiming ook deze mensen in het bijzonder helpt om weer opgebeurd en bemoedigd te worden. We danken u deze morgen, Vader, voor de vreugde die we mogen ervaren. Ook in het gezin van Dirk en Willemijn van Dijk. De grote blijdschap in hun leven om Karel, maar ook om hun eigen liefde voor elkaar. Want een kind kan ons niet gelukkig maken als we zelf niet gelukkig zijn. Maar Dirk en Willemijn zijn gelukkig met elkaar en dat straalt af op hun gezin en hun kinderen en hun omgeving. Wij danken u, Vader, dat u ze tot een zegen maakt van anderen. En geef dat we zo ook elkaars liefde en vreugde weer doorgeven. Dank u, Vader, voor vrienden en familieleden om ons heen. Als we die ontvangen, als een geschenk van u. Wij bidden voor de mensen die alleengaand zijn. Voor de mensen die vrienden en familieleden missen. Die het gevoel hebben dat ze het vooral alleen moeten doen. Gert Ronner is wel zo iemand, denk ik, papa. U kent hem. En ook nu hij spanning heeft over een nieuw hersenonderzoek, een vervolgonderzoek, wilt u hem nabij zijn en rust en ontspanning geven. Want u kent hem, wonderlijk zoals u ook hem gemaakt hebt met zijn muzikale gaven. Breng deze gaven weer aan het licht. Geef hem weer de vreugde en het herstel, zodat ook hij muziek kan maken. En bemoedigd kan worden en opnieuw vervuld met uw Heilige Geest. We danken u, Vader, voor de geboorte van Owen Terlouw. Wilt u ook in dit gezin veel plezier geven, een goede eerste tijd met elkaar, bewaren voor complicaties. En geef dat ze heel veel vreugde met elkaar en liefde ontvangen, ook in de jaren die voor hun liggen. Vader, we zijn blij met Ab en René, dat zij komende vrijdag hopen te trouwen, dat ze een feest hopen te vieren. Geef dat ze ook merken dat er weer meer ruimte is om feest te vieren, om te dansen, om gasten uit te nodigen. En laat het een mooie dag zijn, maar bovenal ga met hen mee. In dat heel gewone leven van elke dag, als die bijzondere trouwdag weer voorbij is. En zegen hen en bescherm hen tegen het kwaad. Geef dat hun liefde voor elkaar nog veel meer gaat groeien. En ze verknocht raken aan elkaar in voor- en tegenspoed. In Jezus' naam vragen we dat. En we danken u, Vader, met Jan Ewout Bouwman voor wat hij in de gemeente heeft mogen doen en voor de stap die hij nu zet. Zegen hem op die route. Maak hem tot een zegen ook in de huisgemeente waar hij zich bij gaat aansluiten. Vader, we brengen dat bij u, dat er allerlei soorten kerken zijn. Grote kerken, kleine kerken. Maar ook de laatste jaren steeds meer huisgemeenten opkomen. Mensen die in kleinere groepen echt gemeente van Jezus willen zijn. Vervuld van de Geest.
samen eten en het leven van Jezus leven. Vader, zegen alle kerken, van huisgemeenten tot megakerken. En laten we allemaal vanuit die kerken discipelen zijn, leerlingen van Jezus, die in de praktijk van ons leven laten zien wat het betekent dat we bij Hem horen en dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, wij wachten op U, want als U komt, kunnen wij aanbidden, de Vader en de Zoon. U, Vader, U zij de eer en de glorie, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade. Van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij er gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt en u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Dirk en Willemijn, ik heb nog een doopkaart voor jullie. Ter herinnering aan deze mooie zondagmorgen. Van harte gefeliciteerd met deze dag. En ik wens jullie heel veel vreugde samen als gezin, gezondheid en liefde toe. Jullie mogen allemaal thuis en waar je nu ook bent of hier in de Plantagekerk de zegen van God ontvangen. En ik wil jullie hier in deze ruimte vragen om dan nog even te blijven zitten. Je mag ook natuurlijk gaan staan bij de zegen, dat is ook prima, maar daarna even weer te gaan zitten. En dan komt er nog wat muziek en dan zal er officieel worden beëindigd. De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde en de vreugde van God onze Vader. En de krachtige vervulling met de Heilige Geest voor jullie allemaal. Amen.